ar-Rahim. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft naar Fatima Zahra zijn dochter en zijn neef en schoonzoon imam Ali verwezen dat de moslims hun geloof moeten aannemen van deze personen en hun nageslacht. De twaalf imams alayhum as Binnen de islamitische wetgeving, binnen de regels van de islam, hebben wij dus op zijn minst veertien filters. Veertien personen die de islamitische wetten aan ons uitleggen. Kijk hoe sterk het chiïsme is. Het mooie van het chiïsme is dat zij hun geloof aanhouden van de profeet. En wanneer er een vraagstuk is die niet door de profeet alayhi wa sallam, is behandeld, hebben zij nog op zijn minst dertien anderen aan wie zij vasthouden die wel het antwoord hebben. Kijk hoe sterk het shiïsme staat. Er zijn sommige personen. Die denken dat de islamitische wetten een soort steen is die uit die vaststaat. Maar dit is onjuist. De islamitische wetten, die kunnen wij in elke tijdsperiode aanhouden. En als we gaan onderzoeken naar de fiqh van het shiïsme, naar de jurisprudentie van het shiïsme. Dan zien wij ook dat onze Shiitische geleerden zich ook aanhouden aan de tijd. Wij gaan jullie verschillende voorbeelden geven hoe een wetgeving met de tijd kan veranderen. Door de aanwezigheid van dezelfde bronnen. Omdat de wetenschap of de mens zichzelf ontwikkelt, kan er een wetgeving veranderen. Deze deur staat open binnen het shiïsme. En dit is dan ook een antwoord op sommige westerlingen die eh, beweren dat de islam ouderwets is, dat de islamitische regels vandaag de dag niet kunnen worden toegepast. Dit horen wij vaak van zogeheten westerlingen of zelfs binnen onze islamitische landen zijn deze misconcepties aanwezig. Echter. Als we onderzoek zouden doen naar de merjaïe van de Shiiten, dan zien wij dat zij heel veel boeken hebben geschreven over nieuwe ontwikkelingen binnen de wereld. Zoals bijvoorbeeld hoe moet ik bidden als ik op de maan ben, of hoe moet ik bidden als ik in een vliegtuig zit. 1400 jaar geleden hadden wij geen vliegtuig. Vandaag de dag hebben we een vliegtuig. Hoe moet ik bidden? Drie. Bijvoorbeeld het geld wat, waar wij mee betalen. Wat is het economisch stelsel binnen de islam? Daar hebben wij verschillende boeken over. We hebben zelfs ayatollahs, maradje, geleerden, die boeken hebben geschreven speciaal voor het Westen. Bijvoorbeeld over voeding. Het gebruik van stremsel in kaas is een voorbeeld. Het gebruik maken van voedingsafval van bier bijvoorbeeld in brood, beter bekend als BSG-brood, BSG is dat toegestaan volgens de islam of is dat niet toegestaan? En zo zijn er nog veel meer vraagstukken. Een van de rollen van de houden is dat zij zich hiermee bezighouden met de nieuwe vraagstukken. Vinden wij daar antwoord op in de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa wasallam in de levenswijzen van de Adelbeet. Zo ja. Kunnen wij deze overlevering toepassen op deze situatie? Zo nee, hoe kunnen wij middels Osul al-Fiqh, de fundamenten van Fiqh, tot een juiste antwoord komen? Dit bestuderen wij binnen de jurisprudentie binnen de Fiqh. Inshallah ta'ala zullen wij jullie in de toekomst meerdere voorbeelden geven.